YOLO! Nee, doe die ook super potion! Vader rat! Yo, wat up mensen van mijn kanaal, oftewel Rotjoch, en welkom terug bij een nieuwe Pokémon Soul Silver Randomizer. Mijn naam is Dylan, oftewel de Rotjoch. En we gaan gewoon lekker beginnen. Vorige keer had ik vorige keer ook gedaan. Toen ging ik het stadje ingekomen en ik hier geëindigd in het stadje waar ik nu ben. En ik kwam door een grot heen en dat is wat ik gedaan had de vorige episode. Dus we gaan kijken of we deze episode gewoon beter gaan doen. Vorige keer was ik inderdaad vergeten. Heel veel mensen zeggen, Til, je bent vergeten om je slacks toe te voegen beneden. Ja, daar staat hij nu. Heb je hem, slacks. Maar ik ben weer vergeten die vraag van de dag te veranderen. Are you fucking kidding me? Wat een zuurheid. Ah, goed. In ieder geval, nu ik een andere vraag voor jullie. De vraag van de dag die ik eigenlijk in gedachten had. Want ik moet allemaal eigenlijk photoshoppen. De vraag die ik voor jullie... ik had eigenlijk nu al kunnen veranderen. Fuck it. De vraag die voor jullie in gedachten had is heel erg simpel vandaag. Het is... Nou, dat was wel een lastige. Stel je voor, jij bent een Pokémon trainer. En je moet verplicht, mag je maar één type Pokémon vangen. Eén soort Pokémon. Welke soort Pokémon zou dat dan zijn? Weet je, ik zou zelf gaan voor Dragon. Maar, omdat Dragon een beetje te moeilijk is... Geen Dragon types. Wat zou je dan vangen? Wat zou je dan nemen? Oké, maar we gaan verder. In ieder geval, do you know about the Slowpoke tail? It's tasty. Aren't you glad I told you that? Oké, de Slowpoke tail. Er is iets met Slowpoke, zie je dan. Want ik zag net de Slowpoke. Nee, ik zag een oude man. Oké, goed, hier kom ik vandaan. Dus ik moet nu hier naartoe. Pokémon Center ben ik al gecheckt. Oké, we gaan dit huis even checken. Moet niet zijn in het stadje waarom ik hier moet zijn. Who are you? Ik ben Dylan. Want me to make some balls? Oké, oh, dit is die pokeball maker, ja. Anyway, a wild cutting of Slowpoke still for sale. Hold on, oh, Slowpoke. Old Kurt's on his way. Ah, Kurt, Pokémon trainer. Oh, hij is die pokeball maker, Kurt. Dus ik ga even kijken. Iets over pokeballs. Oké, ik ga hier naar links gewoon. Ik ga erop gokken. Of, ik ga eerst even rechts kijken. Weet je wel, bij dat ene gat eerst. Want straks zit hij daar of zo. Weet hoe het gaat, dan ben ik aan het zoeken. Zie je? Zie je? Dat heb ik goed gedaan, Deel. Dat heb je goed gedaan, Deel? Wat zie jij? Nou, hij is weg. Hij is hier naar beneden gegaan. Dus nu heb ik helemaal omgelopen net en dan was ik er voor niks gegaan. Goed, we gaan hier naar beneden op zoek naar Kurt de Pokéball maken. Maar inderdaad, laat even weten wat je nog steeds van deze serie vindt. En natuurlijk vraag van deze dag eigenlijk, van de Pokémon-dag op de woensdag, is natuurlijk welke Pokémon zou je vangen als je maar eentje mocht vangen. Kurt, hey Dylan, the guard up took off when I shouted at him, but then I took a tumble down the well. I slammed down hard on my back, so I can't move. Rats. Oké. Okay. Ik moet dus hem helpen. Ik ken die gast niet eens. Hij zegt, Dylan, laat zien hoe goed je bent. Vraag je een kind van 12, weet je wel. Nou, goed, whatever. Ik ga gewoon op avontuur. Let's go, Pokémon Team Rocket. You wanna battle? Ik heb natuurlijk Natsu vooraan gezet. Natsu is mijn sterkste Pokémon, oftewel mijn Growlithe. We gaan ze gewoon pakken. Oh, zag je dat? Het erretje? Super cool. Leuk gemaakt. Weet je, de nieuwe Pokémon ziet steeds leuker uit. Nou, dat is deze de nieuwste. Ik zou de eieren niet gespeeld, maar ik weet ook niet zeker of die gaat doen als deze serie afgelopen is. Want, het is gewoon niet mijn soort Pokémon, weet je. Het zijn allemaal Pokémon die ik niet ken en dan vind ik het dus niet meer leuk. Zeg maar, dan is het gewoon een stuk minder leuk. Yeah! Doei, lekker gedaan hoor, Natsu. Eigenlijk een one-shot, want die Ember heeft hem daarna gekillt. Ratata. Wil je nog een Pokémon veranderen? Ja, ik ga even steen erin gooien. Steen gebruik ik heel weinig. Dat kon niet in die grot, maar steen is... Echt fucking sterk, jongen. Ik zie het. Het is echt een fucking sterke Pokémon-steen. Goed, daar gaan we. Ratata. Nee, geen explosion. Als je explosion doet, dan ga je volgens mij ontplof jezelf ook. Dus dat is niet de bedoeling. Stom. Wacht even hoor. Ik ga dat niet doen, weet je. Ik ga zo meteen even kijken of die kan omwisselen. Niet per ongeluk op explosion terug een keer in de haast, weet je wel. Hij is 3 levels hoger hier, Ratata. Maar kijk. Hey, not very detective. Boom. Kom op, man. Maak hem eens af. Die muziek. Lekker, steen stomp, laatste keer. En Ratata is dood. 109 experience. Hij is level 7. Level 7, lekker gedaan, steen. Lekker gedaan. Trots op je, jongen. Lekker steen. Nou, tegen Ratata had hij nog best wel veel moeite. Nou, veel moeite dat niet, want hij maar 6 schade gekregen. Maar alsnog, het deed niet zoveel damage, die steen. Oké, okay, super potion. Hartstikke chill. Maar dat heb ik niet nodig. Ja, we gaan gewoon... Pokémon. Wilde Pokémon is altijd leuk. En de randomizers wilde Pokémon is altijd leuk. Want het kan voor alles zijn. En Donphan. Donphan is een coole Pokémon. Maar ik ga hem niet vangen. Hij is een normal type. En ik heb al daar Slacks. Heb ik daar al. Dus de Munchlax. Dus ik ga het dus niet gebruiken. Ik ga hem niet vangen.
Je ziet al dat ik deze Pokémon trainer moet verslaan, deze rocket. Dan de volgende rocket, daar beneden. En daarboven zit ook nog eentje. Dat is denk ik de eindbaas van de rockets op het moment. Oeh, Team Rocket Grunt. Ziet er lekker uit hoor. Hey. Oh god, nee. Wat een Zubats. Ik haat Zubats. Oké, nou Zubat. Ik moet nog een dingetype hebben. Nu ik erover nadenk. Nu ik tegen Poison vecht. Ik heb een dingen nodig. Een Psychic type Pokémon. Dat moet ik nog even vangen. Dus dat moet ik even gaan zoeken binnenkort. Als ik een Psychic type Pokémon tegenkom, meteen even Pokéball erop gooien. Nou, weer Ekans. Zie je weer een Poison. Oh, dat is natuurlijk die Rocket. Die Rocket had altijd alleen maar Poison. Dat is echt irritant. Echt een stomme Pokémon. Echt een stomme motherfuckers. Maar ja, ik zou zelf ook voor Poison gaan. Dus naast Dragon. Dus dat, ik mag niet zo erg klagen natuurlijk. Weet je, ik vind Poison Pokémon heel cool. Want het is inderdaad heel weinig zwak te hebben. Alleen maar Psychic Pokémon. En zoveel Psychic Pokémon zijn er niet. Dus dat is awesome sauce, weet je. Goed, we gaan Pokémon. We gaan Natsu even switchen met Freezy. Ik ga Freezy vooraan zetten. Dat is natuurlijk mijn Iced Pokémon. Mijn Articuno. Ik bedoel, iedereen vindt die Articuno... Godverdomme. Maar iedereen vindt die Articuno heel erg gaaf. Dat vond ik wel leuk. Iedereen ging, oh, die Articuno is echt cool. Oh, Onyx. Nou, als ik een steen Pokémon zou willen hebben, had ik ook voor Onyx gaan. Maar ik wil geen steen Pokémon. Nou, ik had een Steelix kunnen krijgen eruit. Dat is een staal Pokémon, maar die heb ik ook niet nodig. Dus dat gaan we niet doen. If it is the YouTube Rockets, rap will be ruined. Team Rockets reputatie is toch al shit. Kom op nou zeg. Nou ja, goed, in ieder geval, Team Rocket Grunt. Wat heb jij voor mij? Een ratata. Oké, go Freezy. Oké, Freezy. Powder Snow, die handel. Vries hem. Nee, oké, hij leeft nog. Oké, dan gaan we gusten. Hey, geen quick attack doen, motherfucker. Goed gedaan hoor, lekker Freezy. Oftewel mijn Articuno. 85 XP in de pocket, hartstikke fijn. Een Zubat. Nee, ik ga geen andere Pokémon doen. Dit ei wil ik ook even weglopen, want er komt er wel iets randoms uit. Dus op zich heb ik het ei niet eens nodig. Maar misschien heb ik hem nog even in het verhaallijn. Dat zou fucked up zijn. Een Zubat is natuurlijk ook een stukje fly, dus daarom is ook dit super effective. Dus dat is awesome sauce. Hoppakee. En afgemaakt die handel. Doe je Zubat, ga maar lekker dood. 103 experience in de pocket. Nog een Zubat. Switch Pokémon? Nee. Nee. Misschien moet ik een serie maken dat ik alleen maar inderdaad één type Pokémon ga vangen. Dat het gewoon echt vet moeilijk is om gewoon de Pokémon League te halen en shit. Dat ik gewoon alleen maar Toxic Pokémon ga gebruiken. Oh yeah, Ice Frozen. Lekker dan. Dat ik inderdaad alleen met Mux en met dat soort Pokémon's de Pokémon League moet halen en zo. Dat lijkt me wel grappig. Als ik gewoon op level 1 allemaal krijg, de serie. En dat ik dan zeg maar verder ga met alleen maar die Pokémon. Lijkt me wel leuk. Maar goed, we gaan voor nu. Proton, wat doe je hier? Nou, je hebt mij hier. Hoi. Ik weet niet of dat de scariest en cruelest guy in Team Rocket. Je hebt lichtblauw haar. Hoe eng moet je zijn, gek? Hij heeft lichtblauw haar. Hij zegt, ik ben wel de scariest guy, zeg maar. Kijk hoe hij eruit ziet. Oh, Dapi. Oké, maakt niet uit. Freezy. Laten we eens even zien. De engste gast van heel Team Rocket. Het level 8 Pokémon, weet je. Spannend. Nou, in ieder geval Freezy super effective. Huppakee, lekker Freezy. Lekker dan. Wordt nog even level 10 ook. Freezy gaat ook hard. Lekker hoor. Hapsakee. Doet hij even lekker. Koffing, wil je switchen Pokémon? Nee. Gaan we niet doen. Oké. Ga je back, man. Ik ga je gewoon proberen te doden, joh. Oh. Nee. Oeh, dat was bijna als ik dat gepoisterd, gek. Ik hou niet van mensen Pokémon. Ah, mis weer. Are you serious? Did you come here thinking you could mess with our plans? Ja, hou je bek, man. Ik ga je kapot maken hier. Wat praat je nou, groot? Met je koffing. Oh, nee. Koffing. Wow, wow. Nou, ik heb verslagen. En groot praten. Grr, for a kid to be this good. And didn't see it coming. Nee. Ik heb gewonnen en ik ga het aan mijn moeder sturen. Hey, mijn moeder heeft heel veel geld. Ze moet het met haar even ophalen. Machine, I was very afraid of what is to come. Oké, ze zeggen we een hele grote operatie en blablabla. En ik bamboed zei, gast, ik heb het al gebied. Wat ga je doen? Way to go, Dylan. Team Rocket is weg. My back's better too. Let's get out of here. Oké, nou dan gaan we meenemen. Maar zie je goed, ik wist dat ik het Kurt moest. Oké, Kurt. Hi Dylan, you handled yourself like a real hero. Klopt. As I mentioned before, Team Rocket was disbanded by a boy called Red 3 years ago. Red, voor degene die weet, 3 jaar geleden heeft Red, oftewel de Pokémon trainer van de series van Pokémon Red en Blue. Die trainer heet dus Red. Die heeft het dus verslagen. Grappig. Hoe grappig. Haha. Ik heb de fastball gekregen. Chill. Nou, thanks.
van één Pokéball. Maar ja, toch dankjewel. You have apricorns for me. I turn in fine Pokémon. Balls. Ja, ja. Ja, ik heb 3 apricorns. Oké. Okay. Hij gaat Pokéballs krijgen. En ik heb mijn opa's nummer. Dankjewel voor het nummer van je opa, schattebout. Chill. Mooi, oké, okay, goed. Ik in ieder geval, ik heb deze shit verslagen bij Team Rocket. Dus ik mag uit Azealia Town. Mag nu hierin. Volgens mij is het een pokercontest of zo. Of het is een gym. Ik weet het niet. Volgens mij is het geen gym, toch? Het zal heel snel zijn. Nou, ik zal mijn Pokémon healen. Hop. Als het een gym is, dan ga ik natuurlijk... Oh, wow, wow, wow. Bijna gooi ik mijn water om. Mijn legendarische fles water natuurlijk. Thank you for waiting. Geen probleem. En we hebben je Pokémon geheeld. Dank je. Kom terug wanneer je wil. Oké, schattenbaat. Ik kom terug wanneer ik dat wil. Hoppa, Azealia Town. Even checken, zit hier nog iets leuks? Of is het een gym? Het is een gym, jongens! Dus het houdt in dat ik hier de episode beëindig. Het is vandaag een hele korte... Nee, fuck it! Helemaal niet! Skip dat. We gaan hem niet beëindigen. Het is pas 10 minuten onderweg, man. We gaan de gym gewoon even halen. Het is zijn bug Pokémon. Mooi! Moet tegen zijn bug Pokémon. Ik denk dat die gast Bugsy heet ook. Ik vond het eigenlijk nog van de serie. Maar het houdt in dat ik gewoon met mijn... Met mijn Natsu. Oh, nee! Nee! Ik had niet nagedacht! Fucking dag! Ik moet vechten. Bug Charms Pokémon. Oké, maar ja, we gaan ons Pokémon gewoon trainen hier op al die trainers. Dat is geen probleem, want het is ook allemaal... Het zijn eigenlijk allemaal insecten. Ja, heel makkelijk. Ik ga met gewoon vuur werpen, vlammen werpen eroverheen. Dus Amber dus, in dit geval. Easy peasy lemon squeezy. Als het goed is, zijn het allemaal one-shots, als het goed is. Maar ja, het is wel Amber. Amber is niet zo heel sterk, maar... Hey. Lekker hoor, Natsu! Weedle. Nou, Weedle word ik ook echt super bang van. Het enige kut van Poison-type Pokémon, ofwel dus van al die insecten, is dat ze dus gewoon kunnen poisonen. Het kan altijd, insecten. Het lijkt me echt de meest moeilijke serie ooit, om met alleen maar bug-Pokémon de Pokémon League te halen. Het lijkt me zo fucking lastig. Maar goed, in ieder geval, Natsu is level 15. Lekker, Natsu. Bugcatcher L. Je hebt bewezen hoe sterk je bent. Geen probleem. Nou, word ik weer terug. Nee. Oké, die gaat zo. Oké, ik weet wat moet ik hebben. Ik moet deze hebben. Zo, die gaat naar Makido. Gaat hij naar rechts. Gaat hij omhoog. Gaat hij naar rechts. Gaat hij omhoog. Naar links. Naar boven. Op zich is het vrij duidelijk wat ik moet doen. Op zich is het best wel makkelijk. Even checken hoor. Oké, goed. Die heb ik gefixeld. Nieuwe Pokémon trainer die ik tegenkom. Benny. Benny heeft een Weedle. Oké, Weedle. Level 7, weet je. Come on, mijn Pokémon is al level 15, gek. Doe even serieus. Maar ja, oké. Het is wel de sterkste Pokémon. Mijn andere Pokémon zijn niet zo heel sterk. Dus dat is... Ja, Freezina. Maar voor de rest is het ineens niet zo heel sterk. Allemaal laag level, dus... Kakuna. We gaan even een andere Pokémon doen. Nee, ik wil deze even knallen. We gaan ze gewoon even afmaken. En natuurlijk wil ik dat Natsu heel sterk wordt. Want Natsu, zijn evaluatie Arcanine, is mijn favoriete Pokémon. Dus dat is awesome sauce. Waar ik heel blij mee was toen ik hem kreeg in het begin. Echt super cool. Af en toe heb ik echt kut Pokémon gehad in zo'n serie. Ik heb één keer wel eens, ik heb deze serie ook één keer opgenomen. Andere randomizer, Emerald, wist ik nog doen. De allereerste episode kreeg ik echt 3 kut Pokémon. Dan heb ik gewoon de serie opnieuw gestart. Van ja, hallo. Weet je, met een, volgens mij een Kakuna, een Metapod of zo. En een andere troll Pokémon toen als keuze. Hè. Dan is het niet zo chill. Dan had ik het gewoon weggedrukt. Ik bedoel, dan ga je nooit meer kunnen starten, man. Woe. Bugcatcher Benny. Doei, doei. Dylan heeft 120 gekregen voor het winnen. Dankjewel, Pecky. Oké, wacht. Wat haalt het in? Oh, dan valt hij weg. Nee, die moet juist blijven. Oké, hij gaat zo nu. Dan gaat hij hier naar links. Dan gaat hij omhoog. Naar links. Oké. En dan 2 trainers. Het was niet anders, jongens. En dan ga ik die laten vallen. En dan gaat hij weer terug. Oké. Ik moet wel achter hoe het gaat. Zo meteen. Oké, daar gaan we. Twins Amy en Mimi. Hoi Amy, hoi Mimi. Natsu en Cookie. Oh, Cookie is water, dus dat is niet zo heel sterk. Maar het is niet anders, jongens. Wie gaan we als eerste killen? Amber de Spinarak. Jij? We gaan Vice grippen op de Ladyba. Als het goed is, gaat de Spinarak er één keer dood. Ja, ja. Easy peasy. Lal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 a. Squeezy. Natsu doet, krijgt een beetje XP. En Vice Grip doet niet zo heel veel daar. Oeh, critical hit. Hij is bijna dood. Oh, Comet Punch. Oh nee, niet doen.
Nou, dan gaan we even bijten. Om PP te sparen of bubbelen. Maakt niet uit. Boep. En hij is dood. Lekker gedaan. Easy peasy, lemon squeezy. Lekker dan. En we hebben de twins Amy en Mimi verslagen. Het zijn ook te kleine meisjes. Echt van 5 jaar oud of zo. What the fuck? Hoe komen hun aan een Pokémon? Want nu ga ik zo terug. Kijk, dan ga ik hier naartoe. Dan ga ik daar naartoe. Dan ga ik daar naartoe. En dan pak ik deze Pokémon. Dan ga ik deze lever overhalen. Dan ga ik zo. Oké, okay, ja, dan ga ik hier. En nu ga ik naar de trainer in één keer. Dan maar op. Hopsakee. Daar heb je hem. Bugsy, ik zei dat die Bugsy heette. I'm Bugsy. I never lose when it comes to Bug-type Pokémon. En verlies nooit als het op Bug-type Pokémon aankomt. Maar ja, gast, Bug-type Pokémon poep gewoon. My research is going to take me in the authority on Bug-type Pokémon. Oké, okay, hij is de beste Pokémon trainer van de Bug. Hij laat zien wat hij gaat demonstreren wat hij geleerd heeft van zijn studies. Naar Pokémon. Naar Bug-Pokémon. Nou, goed gast, kom maar op. Ik zal je even kapot maken. Nu de Bugsy. Scyther. Oh god, oké. Okay. Holy shit, ik was vergeten dat Scyther ook onder Bug viel. Een Scyther is wel een sicke Bug-Pokémon. Ik wilde grapjes te maken, maar dat is toch best wel een pittig Pokémon. Ik bedoel, kijk, hij heeft best wel veel defense ook. En vooral zijn attack is heel gevaarlijk. Zoals je ziet. Ja, hij heeft een berry. Ik ga Super Potion moeten usen. 20, moet ik 38. Ja, ik ga gewoon super poisonen. Gewoon super potionen. Ik krijg weer zijn halve HP terug. Want hij heeft een berry gebruikt. Dat is fucking cheats, man. Ah, sterk, jongen. Die Scyther. Ik moet gewoon 50 damage per keer, hè. Hierna ben ik dood. Als hij me critical hit. YOLO! Nee, doet hij ook super potion. Vader rat. Maar ja, ik heb het ook gedaan, dus. Maar, critical hit. Dat is nice. En hij is burned. Cool, wat ik ga doen. Ik ga gewoon nog een keer super potion gebruiken. Want dit is zijn sterkste Pokémon. Dat is zijn Scyther gewoon. Als, die gewoon als ik dat gewoon nog een keer doe, nu, dan heb ik gewoon genoeg HP om deze te overleven. Hij burnt vanzelf wat dood. Oh, ook een critical hit meteen. Dat is wel fucked up. Maar nu. Oh, kut, doe ik bite. Oh nee, Diederik. Maar hij is dood. Oké, nice. Tering, man, die Scyther was sterk. Holy shit. Ook level 17, hè? Fucking hoog level. Al die Pokémon trainers hebben level 8 en zo. Want hij met level fucking 17 in één keer bij de gymleider. What the fuck? Een Metapod. Nee, ik haal deze er gewoon in. Hoi Metapod. Hopelijk kan hij niet aanvallen. Ik denk het wel. Maar ik ga even potion usen. Oh man, het is een hoog level hoor. Ah, kijk, zijn Metapod kan wel tackle. En een critical hit, are you kidding me? Nou, doe ik Ember. En hij brandt hem wel in één keer dood. Woe, lekker dan. Lekker gedaan hoor, lekker Growlithe. Oftewel Natsu. Natsu gained erbij en Kakuna. Laatste Pokémon switchen? Nee, hoeft niet. Ja, Caesar Scyther was gewoon het sterkst. Nou, ja, ga ik ook als eerst. Even though it's my life Pokémon, Bug Pokémon are tough. Nee, Bug Pokémon zijn helemaal niet tough. Alleen Scyther was sterk. Hang in there, just a little more. Nou, oké. Okay. Just a little more, ik heb je al verslagen, Pikpap. Nou, Kakuna feint het. Hoppakee, dat is zo 228. En dat betekent dat ik een nieuwe badge in de pocket heb, jongens. Lekker gedaan. 800 gekregen voor winnen. Een paar naar mijn moeder gestuurd. En gewonnen. Wow, amazing. Je bent een expert op het gebied van Pokémon. Ja, dat ben ik zeker. My research isn't complete yet. Oké, okay, you win. Take this badge. En ik heb de Hive badge. Die kan je natuurlijk beneden zien. In mijn badges. Hartstikke awesome. Nu 2 badges gekregen. Nu krijg ik Pokémon tot level 30 die naar me luisteren. Ook het ruilen, geruilde Pokémon en Pokémon met kat kunnen gebruiken buiten battle. En ik heb een TM. Maar ik heb nog geen kat. Dus ik moet kijken, volgens mij moet ik binnenkort even die TM vinden. Of die HM is het, of kat. Goed, in ieder geval awesome. Ik heb gedaan wat ik moest doen. Oh fuck, ik ben echt een idioot. Als ik terug ga. Ik dacht al, waarom in zijn godsnaam zeg maar dat ding niet goed. Deze switch hier, though. Deze switch is het dus. Als ik nu dit doe. Dan ga ik naar rechts en dan ga ik naar beneden en naar links en dan ben ik weer terug aan het gaan. Het duurt wel lang, zo'n stomme spin. Ik vind het wel awesome gemaakt, die gym, zeg maar. Die puzzels vind ik altijd grappig. Vroeger vond ik het altijd heel kut en lastig, maar ik vind het nu wel grappig allemaal. Weet je? Vroeger was ik ook klein, snapte ik het ook niet helemaal. Dus nu wel. Maar dat vind ik awesome, die, op zich die puzzels. Zijn wel leuke verzonnen. Nou goed, dan gaan we naar beneden. Dankjewel. En dan ga ik natuurlijk naar het Pokémon Centrum, zoals altijd, waar ik afsluit. Goed, mensen, ik wil je bedanken voor het kijken. Laat een blauw duimpje achter omhoog als jullie hem awesome vonden. En als je deze Pokémon-serie steunt, zal ik het zeker even doen. Mensen, ik wil je nogmaals bedanken voor het kijken. Later was tot ziens. Peace out. En ik zie jullie graag in de volgende video.
Peace. Oh my, feels just